Ik heb Geert Wilders nooit in de steek gelaten. Maar Geert Wilders heeft mij wel in de steek gelaten. Niet de druppel, maar de emmer die de emmer deed overlopen, was het uitkomen van het concept verkiezingsprogramma. Een programma dat alle PVV-Kamerleden een half uurtje even snel mochten inkijken. En de weinigen die kritische noten durfden te plaatsen over de legitimiteit en de uitvoerbaarheid ervan, die werden afgewimpeld. Er werd door Geert zelfs gezegd dat sowieso meer dan de helft van het programma niet kon. En dat het niet uitvoerbaar was. En Henk en Ingrid? Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn. Geert leeft in een totaal isolement en is niet eens bereikbaar voor zijn eigen Kamerleden. Dit besluit is een moeilijk besluit geweest. Maar ik ben niet bereid om mijn integriteit verder op het spel te zetten. Vandaag heb ik mezelf vrijgevochten. Maar het hebben van bewondering voor iemand betekent natuurlijk niet dat al zijn nukken, dictaten en onzinnigheden maar geaccepteerd moeten worden. Geert Wilders heeft echter in toenemende mate laten blijken dat hij dat wel vindt. En er zijn nog diepere lagen. De PVV huldigt de vrijheid van meningsuiting. De partij wil zelfs een soort First Amendment in de Nederlandse grondwet laten opnemen. Maar binnen de partij geldt vrijheid van meningsuiting alleen uitsluitend voor Geert Wilders en de leden van het politbureau. De kanttekeningen die ik maakte over de haalbaarheid en legitimiteit van enkele volstrekt idiote voorstellen op het gebied van buitenlandse zaken en defensie, werden door de voorzitter van tafel geveegd. Wilders zei mij daarover niet zo moeilijk te doen, want zeker de helft van het programma was volgens hem toch niet uitvoerbaar. Ik heb mijn mond toen maar gehouden, maar in mijn hart had ik al afscheid van de PVV genomen.